Hoi, Robin hier en welkom bij alweer de zevende aflevering van Robben Smalltalk. De aflevering waar Thomas de gok goed heeft gemaakt, waardoor Letitia is afgevallen. Maar er was ook tijdens deze executie een moment waardoor duidelijk werd dat Thomas niet de mol was. Mini vrijstellingje voor mij, mits ik degene kon aanwijzen die buiten mij de test het slechtst had gemaakt. Dus eigenlijk is het wel goed nieuws dat nu ook Thomas naast Letitia is afgevallen, als eventuele potentiële mol. Ik moet wel zeggen dat ik het jammer vind dat Letitia is afgevallen. Zeker omdat zij wel sfeer bracht, altijd lekker aan het zingen was en alles een heel stuk gezellig gemaakt heeft. Dus dat gaan we wel missen. Ik hoop dat in ieder geval nu iemand anders wel de rol oppakt, dat het ook gewoon gezellig blijft. In ieder geval tot zover de intro van deze aflevering. En dan gaan we door naar het hele mooie schouwspel op het toneel van de kandidaten en mol gedurende deze aflevering. Te beginnen met de titel van de aflevering, welke is genaamd coulissen. De definitie van coulissen is een onderdeel van het toneeldecor, meestal aan de zijkant van het toneel. Het is het onderdeel waar de spelers achter vandaan komen. En vaak zijn het doeken of gordijnen die ervoor zorgen dat de personen aan het oog van de zaal ontrokken zijn. Natuurlijk zijn er ook een aantal uitdrukkingen, zoals achter de coulissen staan, wat inhoud op de achtergrond bezig zijn, zonder dat men het doorheeft. Dan hebben we natuurlijk ook tussen de coulissen staan, wat inhoudt dat je wacht. Totdat er een beroep op je gedaan wordt. En dan zijn er deze aflevering ook een aantal momenten. waar de mol de coulissen goed gebruikte. Dan spreek ik natuurlijk over het moment na opdracht 2. waar duidelijk werd dat de mol op de achtergrond tevoorschijn was gekomen. Vlak langs jullie gevallen. Nee. Ja. Nee. Ja. En ik denk dat het ook wel het sterkste moment is om te zeggen dat Freesia een hele goede potentiële mol is. Zeker nadat ik alles nog een keer rustig heb kunnen bekijken. En natuurlijk daarna dat Freesia ook haar vrijstelling inlevert. Zodat ze haar test niet hoeft te doen. Dus tussen de coulissen instaan. Zodat ze moet wachten tot er een beroep op haar wordt gedaan voor de executie van de aflevering. En ook deze aflevering wordt Kimlian weer heel erg verdacht gemaakt. Omdat zij aan het begin van de opdracht zei dat er iets gedaan zou worden met schapen. Weet je het wel, weet je niet van tevoren, maar er zijn zoveel toevalligheden dat Kim Jan echt de mol niet meer zou kunnen zijn. Ja, en dan is het uh, tijd voor uh, opdracht 1, genaamd vakmanschap of vakmanschap. opdracht uh, waar de 1500 euro verdiend kon worden voor de pot, maar tot eigenlijk de grote verblijding van de mol, is er 815 euro uit de pot gegaan. En eigenlijk, zoals niet anders verwacht gaf deze opdracht heel veel hilarische momenten. Ja, ik vind het ook wel. Een van de leukste opdrachten die ik tot nu toe heb gezien. Maar voordat we daarmee gaan beginnen. Werd Kim Lian natuurlijk weer heel erg verdacht gemaakt door dit. Nee, hey, ik, ik denk eigenlijk dat we vandaag iets met dieren gaan doen. Dieren? Ik denk dat we schapen gaan herden. Ja, en dan is het voor mij ook steeds meer en meer duidelijk. Dat zij gewoon de mol niet kan zijn. Eigenlijk te belachelijk voor woorden. Hoe er momenten van haar voorbij komen. Wat er wel weer een hele erg anti-mol actie is. Is de actie van Everett. Want degene die verkeerd hok staan. Dat is minpunten. Maar ze staan hier in een hok. En dan nemen we gewoon deze mee. Oké, okay, dan nemen we deze mee. We nemen alle kinderen voor je achter. Ja, dat is goed. Hij stelt hier voor om de schapen eruit te laten, want geen schapen in de hokken is geen geld in of uit de pot. Een mol zal dat natuurlijk niet zo heel snel doen, want hoe meer schapen in het verkeerde hok, hoe meer geld er uit de pot gaat in dit verhaal. En wat wel een vreemd moment is, en ik heb het ook nog een keer gecontroleerd, is dat er aan het einde van de opdracht toen werd gezegd dat er zes keer schapen is gezegd. En de enige twee keer dat ik het kon vinden was natuurlijk aan het begin van Kim Lian. Alhoewel dat het een twijfelgeval is omdat ik niet helemaal zeker weet of dat de opdracht begonnen was. En tijdens de opdracht dat Frezia dit zei. Ja, waarom is de rest er dan uitgelaten? In ieder geval een erg vreemd moment. Daarna hebben we natuurlijk ook Kim Lian en Frezia. Waarbij ze zeggen dat ze de schapen in alle hokken willen stoppen. En dan hopen dat er meer eh, Kim Lian schapen zijn dan Fresia. Om nog wat extra geld binnen te halen. Letitia was het hier niet mee eens. En uiteraard aan het einde van de opdracht duidelijk dat het ook gewoon echt ver van is geweest. Zoals ze zelf al zeiden... Ondanks de geld uit de potten hebben ze wel heel veel lol gehad tijdens deze opdracht. Ja. Kijk, we kunnen dit possible. heel lang nabespreken, maar ja, nou, nou, ja. het is gewoon... Nou, nou. We wel het, het was me wel 800, uh, hoeveel waard? 15. <laughs> ik, ik was me wel 815 waard. Ik heb... Dan, opdracht 2, ook wel de bootmissen genoemd. Hier uh, konden de kandidaten 1500 euro verdienen als ze alle mollies en millies konden vinden, maar hun gewonnen bedrag kon verdwijnen per kandidaat uiteraard als ze de boef op de foto hadden gezet. Ik dacht dat er bij meer waren, maar achteraf gezien was het alleen bij Evren. Lang vooral kort, het hield in dat ze 850 euro in de pot hadden. Maar omdat ze de vorige opdracht geld uit de pot hadden, kregen ze uiteindelijk maar 35 euro voor de pot. Dit was ook tevens de opdracht waar de mol op de achtergrond in een van de bootjes was te zien. Maar het was geen van de kandidaten opgevallen, omdat ze dachten dat de mol op het strand zou lopen. En als we daar toch over hebben, hebben we natuurlijk... De foto die in Moltock werd getoond, die staat hier links van mij. Normaal gebruik ik dit niet. Maar in dit verhaal dacht ik dat het een goede hint zou zijn richting de mol. Achteraf gezien klopt daar helemaal niks van. Want er werd geroepen dat uh, Everen de mol zou kunnen zijn die op het bootje zat. Maar als je op de foto linksboven kijkt, dan zie je dat Everen daar een foto aan het maken is. En het lijkt mij zeer onlogisch als je op twee plekken tegelijk bent. En rechtsboven zou Kim Lian moeten staan die met de rug naar de camera toestaat. Ik heb het gevoel dat we hier op een enorm dwaal spoor worden gezet door Moltok. Dus ik zou dit niet als hint gaan gebruiken voor je eigen hintse natuurlijk. Wat er wel weer opmerkelijk is, was het bootje welke bij elke kandidaat voorbij kwam. En in dat geval zou het een hint richting Frezia of Thomas kunnen zijn. Want hun waren de enige twee waar het bootje niet duidelijk te zien was. En dan het laatste moment die ik ook nog voorbij zag komen... ...was dat Fresia zei dat ze drie personen had gefotografeerd waarvan het er uiteindelijk maar twee waren. Omdat ze eigenlijk heel erg makkelijk was afgeleid en natuurlijk ging zoeken op de boot naar een vrijstelling. En dan zijn we natuurlijk alweer aangekomen bij de derde en laatste opdracht genaamd Testafette. De opdracht waar ze eigenlijk mee zichzelf moesten testen voor ruimtelijk inzicht, richten en doorzettingsvermogen... Hier was het eigenlijk heel simpel. Degene die als eerste de testen vet heeft afgerond, had de beste positie bij de test. Ja, hier hoef je natuurlijk niet te mollen, want iedereen was het voor zichzelf. Ja, het enige wat je natuurlijk kon doen, was bij jezelf molstreken uithalen. Nou ja, en als we het daar toch over hebben, dan kunnen we gelijk doorgaan naar de test en executie van de aflevering. De enige die molstreken bij zichzelf was uitgehaald, was natuurlijk Letitia. Zoals ik in het begin al zei, ik vind het jammer dat ze eruit is, want zij was toch wel een beetje de. Sfeer maken, de vrolijkheid zelf altijd. In positieve zin natuurlijk. Ja, daarnaast heb ik uh, eigenlijk met veel plezier naar de aflevering ook gekeken. Het was vooral uh, Freesia die vooral uh, schapachtig bezig was. En dan is het alweer tijd uh, voor mijn verdenkingen. Ja, zoals ik uh, vorige week al zei, Fresia blijft voor mij op nummer 1 staan. En Evrim blijft op nummer 2 staan. Ja, ik kan er meer van maken, maar ja. Kim Lian wordt te veel verdacht en Thomas ja, die blijft groot Thomas. Hij is niet meer dan een goede kandidaat in mijn ogen. Zelf heb ik de afgelopen week geen tijd meer gehad om de afleveringen terug te kijken. Wel heb ik een aantal reacties gehad en die heb ik ook beantwoord. En ik wil deze toch nog even kort uh, ook meenemen. Te beginnen met uh, Alexander Alex. Hij zei bij aflevering 6 dat Fresia zijn moois, Kim Lian de winnend finalist. Ja, ik heb deze ook nog even helemaal uitgeschreven. Dat zie je ook hier ook links. ja De volgorde daar, denk ik, is een beetje hoe het zal eindigen aan het einde van het seizoen. En ja, waarom ik Thomas niet als finalist zie, hij heeft gewoon veel te veel verdenkingen gedaan. Dus hij zit niet op de goede pad. En dan de reactie van Rakker Jaris. Daar heb ik ook op gereageerd. En als ik het dan zo teruglees, ook naar wat ik heb geschreven... ...dan blijft er nog steeds Evren en Freesia over als eventuele potentiële mollen. De laatste reactie die ik binnenkreeg, dat was tijdens uh, ja, het uitschrijven van wat ik wilde vertellen... ...was van een Simfan. En dat was ook zijn verdachte lijstje, wie hij verdenkt. En daarna was ook de vraag wie de mol zou kunnen zijn. Nou ja, zoals ik net al zei, mijn lijstje is erg kort. Op plek 1 staat Freesia, en op plek 2 staat Evren. Ik denk dan in dit verhaal dan ook dat... Fresia, de mol zou kunnen zijn. Kimlian de winnend finalist. En Evren de verliezend finalist. Ik heb een beetje nog mijn twijfels. En hou me alsjeblieft niet alvast, vast. Want ik wil niet, als je de mol hebt gebruikt. dat je je punten verliest door mij. Maar het is wel zeker iets om in gedachten mee te nemen. En dan als laatste puntje. voordat ik de aflevering ga afsluiten. Ik heb ook voor deze week. voor de eerste keer een community poll gemaakt. Die kan je op het community tabje vinden. Laat daar weten wie jij denkt dat de mol zou zijn. Of laat het hieronder weten in de reacties en dan uh, neem ik de volgende video mee. Nu zeg ik dan ook uh, bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren. En als je bent geabonneerd, vergeet niet het belletje aan te zetten, zodat je een bericht binnen krijgt wanneer ik een nieuwe video heb geüpload. En dan zeg ik voor nu uh, laten. Uh...